Wij gaan kijken naar Milan Speksgaten vanaf positie nummer 4. Maar die heeft niet de snelste start hoor. Want CNT Raalte, Stef Ogrik, was heel goed betrokken. Maar dan moet hij toch weer een beetje afwaken daar. Want dan laat hij zien, toch zien dat die man van de Twentse Ros gewoon een heel goed eerste stuk heeft. Maakt hij gewoon alweer goed op die eerste bril. Draait gewoon bankerop naar die eerste positie toe. En dat doet hij goed hoor. Milan Speksgaten, de man dus aan de leiding. Hij gaat met zijn nemen daar een plekje nummer 2. Stef Ogrik, waar zit Grote dan? Grote komt eraan hoor. De dame van de vaat gaat gewoon doorschuiven daar. Naar plek nummer 2. Ten koste van Ogrik. Die zit er nog weer dan. Die veel haakt weer op 4 met Jannik Damen. Dan kijken we nog naar Koopman op 5 en Mechler op 6. Maar vooral nog steeds de 5 hier in feite plaat. Weer als Speksgaten. En we zagen dat Grote toch een behoorlijke inhaalslag heeft gemaakt hoor. Daar een stap die denk ik niet helemaal ging zoals ze wil. Hoog ze hier toch alweer een klein beetje in. Arnelien Sport. Nog steeds hoor. Mr. Milan Speksgaten. Die gaat hij denk ik niet meer weggeven hoor. Dat gaat denk ik niet meer lukken. Grote, ze komt te laat. Ze komt gewoon te laat. Ik ga het gewoon voor u afnoemen. Speksgaten 1, Grote 2. En dat is derde goed gereden hoor. Stef Ogrik.